De coalitie van Beuningen is afgelopen week pas met een coalitieprogramma gekomen. Frans Hoebe, fractievoorzitter van GroenLinks, vindt het aan de late kant. En hij denkt ook wel te weten wat de reden voor de vertraging van het programma is. Nou, ik denk dat het niet voor niks is dat het zo lang heeft geduurd voor het collegeprogramma er ligt. Wat opvalt is dat vooral het CDA en de VVD bijna niks hebben staan in het programma wat tot hun speerpunten behoort. Dus ik denk dat dat een van de redenen is waarom het collegeprogramma zo lang op zich heeft laten wachten. In het coalitieprogramma staat dat al het vastgoed in de gemeente een energiescan krijgt en ook wordt er een nieuw innovatiefonds opgericht. Er wordt in het programma vooral veel aandacht besteed aan nieuwe manieren om de woningmarkt te stimuleren. Zo wil de coalitie verschillende woonvormen gaan creëren voor ouderen. Maar Hoebe mist nog wel wat in het programma. Er is best wel een groot tekort voor starterswoningen. Hè? En daar wordt eigenlijk met geen woord aan, er wordt eigenlijk geen woord aan gewijd in het collegeprogramma. Er wordt gesteld, we gaan speciaal bouwen voor senioren. En dan komen er wellicht woningen vrij voor jongeren. Maar ja, dat is volgens mij wishful thinking. En misschien komen er ook wel een paar woningen bij. Maar dat schiet niet echt op. Hoebe is dus zeker niet tevreden met het reeds gepresenteerde programma. Maar hij heeft ook positieve kanten van het programma gezien. Het duurzaamheidsstuk in het collegeprogramma is best wel oké. Daar staan ook concrete dingen in. De komende tijd zullen de plannen verder besproken en uitgevoerd worden.